Gegeven is de volgende rechthoekige driehoek KLM met rechthoekzijde LM lengte 8 en de schuine zijde Km een lengte 17. Het punt P ligt op die schuine zijde met Kp is 10 en Pq, dat lijnstuk, staat loodrecht op die schuine zijde Km. Hierbij stellen we de vraag: hoe bereik je de lengte van LQ en de lengte van Pq? Nou, in deze figuur zijn twee driehoeken te herkennen, namelijk de grote driehoek KLM en een kleinere driehoek KQP. Maar in tegenstelling tot eerdere opgaven is nu niet gegeven dat deze twee driehoeken gelijkvormig zijn. Dus hoe breek je dan die lengtes? Ook hier kunnen we dat weer doen met behulp van gelijkvormigheid. Maar daarvoor zullen we allereerst aan moeten tonen dat die twee driehoeken ook gelijkvormig zijn. Vandaar dat we het in deze video gaan hebben over het aantonen van gelijkvormige driehoeken. Voor het aantonen van gelijkvormige driehoeken bekijken we de volgende driehoek ABC en een vergroting van deze driehoek, de driehoek DEF. Om gelijkvormige driehoeken aan te tonen, bedenk je dat bij een vergroting de overeenkomstige hoeken gelijk zijn. Dat betekent dus in dit geval dat hoek A gelijk is aan hoek D, hoek B gelijk is aan hoek E en hoek C gelijk is aan hoek F. Je weet vanwege hoekensom driehoek dat hoek A plus hoek B plus hoek C gelijk is aan 180 graden en hetzelfde geldt voor hoek D plus hoek E plus hoek F. En omdat hoek A gelijk is aan hoek D en verder dat hoek B gelijk is aan hoek E, Volgt dus uit de hoekensom driehoek dat hoek C dus ook gelijk moet zijn aan hoek F. Dus hebben twee driehoeken. Twee paren van gelijke hoeken, dan is het derde paar automatisch ook gelijk en betekent dit dus dat die twee driehoeken dus een vergroting van elkaar zijn en dus gelijkvormig zijn. Dus is gegeven van twee driehoeken dat hoek A gelijk is aan hoek D en hoek B gelijk is aan hoek E, dan zijn deze driehoeken dus gelijkvormig. En het aantonen van deze gelijkvormigheid noteer je als volgt. Namelijk: hoek A is gelijk aan hoek D. In dit geval is dit gegeven, dus noteer dat daarachter tussen haakjes. En verder is gegeven dat hoek B gelijk is aan hoek E. Noteer ook weer daarachter: gegeven. En uit deze twee paar gelijke hoeken volgt dus dat driehoek ABC gelijkvormig is met de volgende driehoek. Hoek A komt overeen met hoek D, dus de eerste letter wordt een D, want hoek.D hoort bij hoek.A. Hoek B is gelijk aan hoek E. Dus de tweede letter is een E, want hoekpunt E hoort bij hoekpunt B. Wat betekent dat de laatste letter de letter F is? Het laatste ontbrekende hoekpunt van die tweede driehoek. Dus hoekpunt F hoort bij hoekpunt C. Wat dus ook betekent dat hoek F en hoek C even groot zijn? Gegeven nogmaals die figuur waar we de video mee begonnen, met daarbij de vraag: bereken LQ en PQ? De lengte van LQ kunnen we berekenen door te bedenken dat dit een stuk is van. De zijde KL, wat een rechthoekzijde is van die grote rechthoekige driehoek. Halen vervolgens hiervan de lengte van Kq vanaf, wat de schuine zijde is van die kleine rechthoekige driehoek, dan hou je de lengte van LQ over. Verder is de lengte van Pq de lengte van een rechthoekzijde van die kleine rechthoekige driehoek. We kunnen dus de lengte van LQ en Pq berekenen door gebruik te maken van gelijkvormigheid. Hiervoor zullen we allereerst aan moeten tonen dat de grote rechthoekige driehoek gelijkvormig is met die kleine rechthoekige driehoek. En zoals net al gezegd, zullen we hiervoor twee paar gelijke hoeken moeten vinden in die twee driehoeken. Een nou, van die hoeken is hoek K. Want we bedenken: hoek K is een hoek van de grote driehoek KLM, maar hoek K is ook een hoek van de kleine driehoek KQP. Dus hoek K in driehoek KLM is gelijk aan hoek K in driehoek KQP. Dus dit is het eerste paar gelijke hoeken. Je ziet dat we hier in de uitwerking erbij zetten in welke driehoek die hoek K zich bevindt. Want laten we dit weg, dan staat er alleen maar hoek K is hoek K. En wat wordt daar nu precies mee bedoeld? Dus zijn twee gelijke hoeken, ook echt dezelfde hoeken, hoek K is hoek K, dan verduidelijk je dit dus door erbij te zetten in welke twee driehoeken die hoek zich bevindt. Dan het tweede paar gelijke hoeken. We hebben hier te maken met twee rechthoekige driehoeken. Dus beide driehoeken hebben een rechte hoek. Zo zie je dat hoek L is gelijk aan hoek P, want beide hoeken zijn 90 graden. En hiermee hebben we het tweede paar van gelijke hoeken gevonden. Nou, twee paar gelijke hoeken, daaruit volgt dat die twee driehoeken gelijkvormig zijn. Dus driehoek KLM is gelijkvormig met de volgende driehoek. We zeiden net al: hoek K is hoek K. Dus de eerste letter van de tweede driehoek is K. Dan hoek L is hoek P. Dus de tweede letter van de tweede driehoek is een P. Wat betekent dat de laatste overgebleven letter is de Q? Dus hoekpunt Q komt overeen met hoekpunt M. Wat dus betekent dat hoek Q2 gelijk is aan hoek M. Uit deze gelijkvormigheid volgt een verhoudingstabel. En dit geeft de eerste kolom KL en KP. De tweede kolom LM en PQ en de laatste kolom KM en KQ. Gaan we deze invullen. Allereerst de zijde van de grote driehoek, KL. Weten we niet, dus nemen we gewoon over. LM is gegeven, die is gelijk aan 8 en KM is de schuine zijde van die grote rechthoekige driehoek en die is gelijk aan 17. Dan de kleine driehoek. Zijde KP, die is gegeven. die Is gelijk aan 10. PQ die willen we berekenen. Nemen we gewoon over. En KQ die weten we ook nog niet, dus die nemen we ook gewoon over. Nou, wat kunnen we hier nu mee? Nou, normaal gesproken gaan we nu kruislinks vermenigvuldigen. Maar gaan we de eerste en de tweede kolom kruislinks vermenigvuldigen, dan zie je dat we twee onbekenden hebben, namelijk KL en PQ. Dus hier kruislinks vermenigvuldigen hebben we niks aan. De tweede en de derde kolom precies hetzelfde, ook weer twee onbekenden. En gaan we de eerste en de derde kolom kruislinks vermenigvuldigen, ook dan hebben we weer twee onbekenden. Dus hoe gaan we hier nu verder? Weten we van één kolom beide getallen dan kunnen we daarmee de andere onbekende berekenen. Kunnen we dus nog op een andere manier dan met een verhoudingstabel de waarde van KL, PQ of KQ berekenen? Bedenk dat we hier te maken hebben met rechthoekige driehoeken. De rechthoekige driehoek KQP. Maar kunnen we daar wat van berekenen? Nee, want we hebben alleen maar één rechthoekzijde. KP, die is lengte 10 en de andere twee weten we niet. Maar we hebben ook nog de grote rechthoekige driehoek. En daarvan weten we twee zijden, namelijk de schuine zijde 17 en een rechthoekzijde met lengte 8. We kunnen dus met de stelling van Pythagoras in driehoek KLM, waarbij dus hoek L 90 graden is, de rechthoekzijde KL berekenen. Dan krijgen we nou, met KL en LM de rechthoekzijde, dus KL kwadraat plus Lm kwadraat is gelijk aan die schuine zijde Km in het kwadraat. Invullen geeft KL kwadraat, want KL weten we nog niet. Plus lm kwadraat is dus plus 8 kwadraat is gelijk aan km kwadraat dus gelijk aan 17 kwadraat. Hieruit volgt dat kl kwadraat gelijk is aan 17 kwadraat min 8 kwadraat en rekenen het uit te komen uit op 225. Dus kl is de wortel uit 225 en dit is gelijk aan 15 Vullen we die waarde van KL in in de verhoudingstabel, dan hebben we nu dus een verhoudingstabel waarin we dus van één kolom beide getallen weten. En met de eerste en tweede kolom kunnen we nu dus gaan kruislinks vermenigvuldigen. En dit geeft dat Pq gelijk is aan 10 keer 8 gedeeld door 15. En dit is gelijk aan 5, 1 derde. En gaan we de eerste en de derde kolom gebruiken en daarin kruislinks vermenigvuldigen. Dan, dan geeft dit dat Kq gelijk is aan 10 keer 17 gedeeld door 15. En dat is gelijk aan 11 1 derde. Dan let op, de opdracht was niet bereken KQ en PQ, maar bereken LQ en PQ. We willen dus nog LQ berekenen. We zeiden net al: dit is gelijk aan KL min KQ. En kl. Hadden we het berekend, die was 15 en KQ hebben we het ook berekend, is gelijk aan 11 1 derde. Dus KL is gelijk aan 15 min 11 1 derde. Dus LQ is gelijk aan 3, 2 derde. En hiermee hebben we LQ en PQ berekend. Dus let goed op. Heb je bij gelijkvormigheid te maken met rechthoekige driehoeken, dan kan het dus zijn dat je dus een ontbrekende lengte nog moet berekenen met de stelling van Pythagoras. Voor het berekenen van lengte van lijnstukken met behulp van gelijkvormigheid ga je als volgt te werk. Toon gelijkvormigheid aan met twee paar gelijke hoeken en schrijf op welke driehoeken gelijkvormig zijn en let erbij op de volgorde van de letters. Dan schrijf de verhoudingstabel op en vul deze in. Het kan zijn dat het hier nog nodig is om op een andere manier een lengte van een lijnstuk te berekenen, zoals bijvoorbeeld met de stelling van Pythagoras. En als laatste bereken de gevraagde lengte. Dit was het voor nu. Tot in de volgende video.